Goeiedag kijkers, welkom bij Aan Tafel. En vandaag hebben we aan tafel Corné Berends. En die is onder andere van de jeugdbrandweer. Goeiedag Corné. Goedemorgen. Welkom. Ik zeg het goed, hè? Je bent onder andere bezig met de jeugdbrandweer. Je bent daar jeugdcoördinator post Heusden. Ja, klopt. Corné, wat doet de jeugdbrandweer? Ja, de jeugdbrandweer. Misschien is het wel leuk om even van het begin af te vertellen hoe dat wij ontstaan zijn. Graag, ja, tuurlijk. In 2012 hadden destijds de burgemeester Jan Hamming. En die wilde heel graag een jeugdbrandweer om te gaan zorg dragen dat zijn korpsen, Drunen, Heusden en Vlijmen bemand zouden blijven met mensen. Oké. En zijn idee daarbij was, gaan nu zorgen dat we jeugd al in het begin van het stadium actief gaan benaderen. En met de jeugd bezig zijn om zo te zorgen dat we een eigen kweekvijver eigenlijk maken voor onze brandweer. Nou, dat hebben we opgepakt met de drie posten. En daaruit is in 2013 eigenlijk een plan gekomen. En in 2014 zijn we opgericht als jeugdbrandweer Heusden. We zaten toen ook met een aantal korpsen die al binnen de veiligheidsregio actief waren. Drie korpsen. Vught, Os en Graven. En we zijn er eigenlijk als vierde korps bijgekomen. Dus dat is een deel van de jeugdbrandweer. Het andere is natuurlijk de maatschappelijke betrokkenheid met de gemeente. De gemeente binnen de gemeente Heusden. Dus Drunen, Vlijmen, Heusden. En alle kerndorpen horen. Ja, ja, ja. Om daar te kijken dat we zoveel mogelijk aan de maatschappij dingetjes mee kunnen doen. En moet ik eerlijk zeggen, we worden steeds vaker gevonden. En we moeten ook steeds... hartstikke leuk natuurlijk, maar het wordt ook heel druk. Maar dat is goed. Ja, druk in de zin van? Ja, dat heel veel mensen hebben beroep op je gaan doen. Kun je hier ondersteunen, kun je daar niet ondersteunen. Dus eigenlijk ben je dadelijk, als je niet oplet, ieder weekend bezig. Dus, en dat is natuurlijk fijn als je weet te vinden, hè, want tenslotte zijn we daar ook voor. Het is natuurlijk een stuk voor de jeugd. De enorme waarde meegeven van wat houdt nu allemaal in ons iets te doen voor de maatschappij. Dus dat zijn eigenlijk de twee hoofdpoten waar we op zitten. Deels voor de maatschappij. En de andere kant is te zorgen dat we een eigen kweekvijver maken, zodat we onze eigen brandweermensen, vrijwillige brandweermensen, kunnen aanvullen. Oké, en dan wat doet de jeugdbrandweer? Dat is dan toch mijn vraag die erop volgt. Ja, de jeugdbrandweer doet eigenlijk bijna alles hetzelfde als de grote brandweer. Ja. Behalve natuurlijk een aantal zaken, hè, de hulpverlening, dus het werken met technisch hulpgereedschap, dat mag gewoon, arbotechnisch mag dat gewoon niet. Het werken met gevaarlijke stoffen mag je natuurlijk ook niet met de jeugd, maar voor de verdere rest op brandbestrijding en dat soort dingen doen we eigenlijk hetzelfde als wat de vrijwillige brandweer doet. Ze mogen nog geen ademlucht dragen, dus doen wel de oefeningen binnen. Maar we leiden ze dus eigenlijk redelijk hetzelfde op als een grote brandweer. Krijgen ze dan ook zeg maar theoretisch te maken wel met die gevaarlijke stoffen? Gaan ze er al iets over leren of is dat nodig dan? Ja, we vertellen natuurlijk wel het beginsel van brand. Hè. Hoe ontstaat brand? Wat heb je daarvoor nodig? En wat komt er bij vrij? Dus rook, koolmonoxide, dat soort stoffen, dat leren ze wel aan. Maar echt het specifiek gevaarlijke stoffen met chemie overal, dat soort dingen, dat gaat veel te ver. Ja, dat snap ik. Het is echt toch de basisprincipes zeg maar, van brand die we de jeugd aanleren. Oké, maar dan krijg je ook een stuk hulpverlening in de zin van BHV of zo? Of ja, dat we kunnen ook, wij doen het zelf nog niet, omdat we zelf er een beetje onze gedachten bij hebben. Het is vrij confronterend als je met de jeugd bijvoorbeeld reanimatie doet. Maar we hebben al wel binnen protocollen van Jeugdbrand in Nederland die klaar liggen. Waar we op kunnen aansluiten dat we ook reanimatie kunnen geven. Oké. Maar dat zou dan meer zijn voor de wat oudere groep jeugd die we hebben dan de wat kleinere groep. Ja. Want kleinere groep, de jongere groep bedoel je dan, hè? Ja. Vanaf welke leeftijd kunnen ze zeggen van ik wil best wel eens... iets voor de jeugdbrandweer gaan doen of kan ik eens meelopen of wat is de leeftijdsgrens? Ja, we hebben eigenlijk een leeftijdsgrens van 12 tot 18. Mm-hmm. Bij 18 moeten ze van de jeugdbrandweer af, omdat ze dan de leeftijd bereiken dat ze volwassen worden en bij de grote brandweer, de grote brandweer noemen wij dat dan maar. Ja. Dus bij de vrijwilligers of bij de beroeps kunnen solliciteren. En wat wij wel doen is als we ruimte hebben, plek hebben binnen het korps, dan dus willen we ook nog wel kijken of we bij de 11 al mensen of kinderen binnen kunnen laten stromen. Maar in principe lopen van de 12 tot de 18. Ja. En daar hebben we dan twee groepen in, de junior en de aspiranten.
En de junioren van de 12 tot de 14, 15 en de aspiranten van de 15 tot de 18. Oké, dus zo heb je het ingedeeld. Ja. Ik heb begrepen dat elke dinsdagavond oefenen jullie? Of? Nee, we draaien 2 oefenavonden in de maand. Okay. Iedere eerste en iedere derde dinsdag draaien wij. Behalve als er dan toevallig die ene dinsdag midden in de schoolvakantie valt. Dan weten we ook uit ervaring dat er veel kinderen vaak niet zijn omdat ze op vakantie zijn. Ze willen we wel schuiven. Oh, toch wel. Dus dat je toch probeert 2 keer per maand. Ja, we willen echt minimaal 2 keer per maand draaien. Maar wat we nu ook wel doen, is we zijn nu aan het voorbereiden op de wedstrijd. We gaan een brandweerwedstrijd spelen 3 juni in Maarsen. En dan doen we wel eens een keer een extra oefenavond of met de bevelvoerders extra oefeningen draaien. Om ze wat meer bagage mee te geven. We hebben een jonge groep. Dus als je ze op wedstrijd stuurt, dan word je ook wel een beetje beslagen thuis laten. Snap ik. Dus dan doen we wat extra oefenavond draaien. Ja. Oké. Okay. En gebeurt daar veel, zo'n oefening? Zo'n wedstrijdoefening of een wedstrijd, zeg maar? Wat we nu doen is eigenlijk, sinds we weten dat we wedstrijd gaan spelen en wanneer we hem gaan spelen, draaien we al die oefenavonden draaien we praktijkoefeningen. Mm-hmm. In alle facetten voor de jeugd. Om ze voor te bereiden op die wedstrijd, want jij weet natuurlijk op een wedstrijd nooit wat je krijgt. Nee. Dus we laten zoveel mogelijk bagage meegeven om die wedstrijd te kunnen laten spelen. Ja, en dan op het moment dat de wedstrijd voorbij is, dan hopen we dat ze weer een ronde verder gaan. En mocht dat niet zo zijn, dan pakken we natuurlijk de draad erop en gaan we weer kijken. Want aan het eind van het jaar hebben we altijd toetsmoment voor namens Jeugdbrandweer Nederland. En dan gaan we ze daar weer op voorbereiden. Dus we pakken we iets meer van de praktijk terug en gaan we wat meer in de theorie. Om ze dan voor te gaan bereiden op de toets. Maar we hopen natuurlijk dat ze het goed doen. Als ze het goed blijven doen, gaan ze elke ronde verder. En is er elk jaar een toets, zeg maar? Ja, elk jaar is er een toets. Oké, dan kunnen ze daar van wat jij zegt naar de aspiranten. Ze kunnen 2 toetsen maken in hun carrière bij de jeugdbrandweer. Ja. Eentje voor de junioren en eentje voor de aspiranten. En die is 1 keer per jaar in Geldermalsen. En organiseert de jeugdbrandweer Nederland. Dan moeten ze een theoretische toets maken en een praktijk. Onderdelen doen. Ja. En om mensen te halen krijgen ze een insigne. Ja. Die avonden die zijn in de kazerne van de brandweer zelf? Ja, onze uitvalbasis is eigenlijk Vlijmen. Mm-hmm. En dan komt uit dat de kazerne van Heusden en van Trunen te klein zijn om daar een jeugd bij te zetten. Okay. Dus we hebben ruimte gecreëerd in de kazerne van Vlijmen, vroeger zat daar een ademluchtwerkplaats in, maar dat is allemaal gecentraliseerd, dus die ruimte kwam vrij. Daar hebben we een mooie ruimte gemaakt waar al onze pakjes hangen en al onze spullen staan. Ja, want er is ook, er zijn wel een hoop dingen nodig, hè, qua uitrusting en zo. Ja. En dan wordt dat per lid, zeg maar, aangemeten of blijft dat gewoon in handen van de brandweer en degene die het past, die mag het dan tijdens die opleiding aan? Of hoe zit het precies? Nou, dat is ook wel heel mooi om te vertellen natuurlijk. Hè. Wij zijn onderdeel van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Wij zijn eigenlijk geadopteerd door de brandweer. Mm-hmm. Ze vinden dat de jeugdbrandweer echt een wezenlijk onderdeel is van de brandweer. Als voorbereiding natuurlijk op een beroepskorps of een vrijwillig korps. En de ondersteuning komt dus ook helemaal vanuit Brabant-Noord. En wat we afgelopen jaar gedaan hebben, is dat we hadden eerder natuurlijk onze eigen identiteit. Ja. Schaft ons eigen spullen aan. We hebben nu de slag gemaakt. We hebben dus voor al de jeugdkorpsen binnen Brabant-Noord allemaal dezelfde uitrustpak gekregen. Allemaal dezelfde helmen. Allemaal dat soort dingen. Dat zie je nu dat er veel gecentraliseerd wordt. Ja, en efficiënter hetzelfde. Want anders moet je het natuurlijk 4 keer op een andere manier uitgeven. En als je het in 1 keer aan kunt schaffen, is dat dan wat goedkoper. En dus die slag zie je nu gemaakt worden door de veiligheidsregio. Dus daar zijn we natuurlijk heel blij mee, dat we echt ondersteund worden door de veiligheidsregio. Ja, maar het blijft staan dus dat het gewoon van de korps blijft en degene die het wil gebruiken of die erin past, die gebruikt het tijdens zijn opleiding. Ja, en als ik toevallig een jas nodig heb van de maat die ik niet meer heb liggen, dan kan ik altijd een Vught of een Os of een Graven. Oké, voor die regio. Want het zijn allemaal dezelfde jasjes en dan wisselen we gewoon de spullen uit. Ja. Dus we hoeven niet steeds nieuwe spullen aan te kopen, we hebben genoeg. Reserve in allerlei maten dat we met elkaar uit kunnen wisselen. Ik heb ook gelezen wat de jeugdbrandweer nog meer laat zien. Hè? Want het is natuurlijk sowieso een goede manier om jezelf te laten zien als je bij de jeugdbrandweer wil. Ik denk ook dat er gezien jullie organisatie, dat er best wel veel jeugd is die daar aan mee wil doen aan zo'n jeugdbrandweer. En waar putten jullie uit? Uit welke plaatsen? Of hoe gaat het?
Hebben jullie flyers of is het mond-op-mond reclame? Hoe komen jullie aan die jeugdleden? Zeg maar? Ja, het is in principe zo dat toen we begonnen zijn, zijn we gestart met de flyers voor de oprichting. In eerste instantie was het gericht op de, omdat toen de wens vanuit de gemeente kwam, dat we ook vooral uit de posten zouden putten van de gemeente. Mm-hmm. Dus Trune, Vlijmen, Heusden en Haarsteek en al dat soort dorpen, kerndorpen. Maar toen hebben we op een gegeven moment wel gezegd, ja, maar het zou natuurlijk raar zijn als wij een kind hebben die graag bij de jeugdbrandweer wil. En dan vervolgens die niet uit de gemeente komt en dat we dan daar niks mee gaan doen. Nee, dus we hebben dat wel wat breder opengesteld. We hebben dus nu een aantal kinderen uit Wijk en Aalburg die bij ons meelopen. Ja, en dan zie je dat die ook weer daar in de korps gaan terugstromen van Wijk en Aalburg. Dus uiteindelijk, waar het voor doet, het creëren van nieuwe brandweermensen, maakt het niet zoveel uit of je dat nu binnen je eigen gemeente doet of binnen een buurgemeente. Nee. Want ja, ze stromen dadelijk daar toch die brandweer in. Ja. Dus dat is wel goed. Ja, en mond-op-mond reclame. We gaan natuurlijk vaak ergens naartoe. Dus we zien ons met enige regelmatig daar. Ja, vriendjes en vriendinnetjes. Ja. Kinderen van brandweermensen die erbij komen. Dus ja, we hebben in principe aanwas genoeg. We werken met de wachtlijst op het moment. We zitten helemaal vol. We hebben echt nog twee kinderen op de wachtlijst. Maar ja, het doorstromen, het afstromen zeg maar, van de andere leden, ja, dat gaat ook gewoon door. Dus in principe kun je je eigen altijd aanmelden. Ja. En dan zetten we ze op de wachtlijst. Of als we ruimte hebben, kun je in één keer door. En zie jij ook een verloop qua leeftijd? Of zie je dat echt de kinderen zeg maar, van 12 tot 18 daarbij blijven? We hebben het wel, toen we net opgestart waren, had je natuurlijk twee groepen die erbij kwamen. Die oudere groep, daar zag je wat meer verloop na een paar jaar. Maar nu moet ik eerlijk zeggen dat het behoorlijk steady is. En ze komen er als juniortje bij en ze gaan er als aspirant af. Ja, we hebben er niet zoveel bij die tussendoor weggaan. Hebben jullie ook cijfers hoe het zit dan met de doorstroom naar de gewone volwassen vrijwillige brandweer? Ja, ofzo? Inmiddels hebben we al 4 leden die doorgestroomd zijn. We hebben er 2 binnen de post Vlijmen en 2 binnen de post Drune. Oh. En we hadden er 1 jongen bij die binnen de post Heusden actief was. Die is verhuisd naar Waalwijk, die is bij de vrijwilligers van Waalwijk gekomen. Ja. Dus dat is eigenlijk al de 5e. En wat we hebben er nog wel een paar die eigenlijk, die we aan het klaarstomen zijn, die we ook naast onze eigen reguliere jeugdleiders, want we hebben natuurlijk 8 jeugdleiders uit de posten, uit de vrijwillige posten van onze gemeente, hebben we ook een aantal aspirant jeugdleiders, die eigenlijk meer de 18 af zouden moeten stromen, maar die heel graag bij de brandweer willen. En dan zeggen we van ja, je kunt het op 2 manieren doen. Als je ze loslaat, dan ben je ze kwijt en dan heb je ze waarschijnlijk nooit meer terug. Als je ze nou bij de jeugdbrandweer blijft houden, dan heb je een extra leider. Hou je daar contact en die verbondenheid met die brandweer. En dan hopen we natuurlijk dat ze dadelijk door kunnen naar een korps. Je hebt overal tekorten. Dus ja, we hebben nu een aspirant jongen die bij ons rondlopen die graag bij de post of Vlijmenwiel. Die woont wat verder weg, woont in het gebied, in de omloop zeg maar. Dat is te ver weg voor de haalbaarheid van de brandweerwagen. Ja. Maar die werkt in Heusden. Dus mogelijk dat hij in de dagsituatie bijvoorbeeld in Heusden mee weg kan. Als daar iets is, want ja, daar hebben ze natuurlijk ook weer tekort. Dus zo proberen we toch te kijken of we die mensen overal in kunnen laten stromen. Ja. Om toch die gaten op te vangen. Ja. Maar die aspiranten die zeg maar nog nergens naartoe kunnen en die zeggen van nou, jeugdleiders bij ons, die kunnen ook zeg maar lessen geven of moeten ze daar ook een bepaalde opleiding voor volgen extra? In principe kan natuurlijk iedereen een les geven. We hebben wel een paar kerninstructeurs binnen onze club zitten. Eentje bij de aspiranten, eentje bij de junioren die echt, als we de theorielessen ingaan, die lessen verzorgen, omdat je krijgt toch wel eens vragen waar je verdieping in moet maken. Ja. En die moet je wel, als je dat nooit aangeleerd is geweest, dan moet je moet er wel goed uit kunnen leggen aan de jeugd. Ja. Dus in principe, wat die jongens vaak doen, is in de theorie dingetjes mee, of in de praktijk dingetjes mee opzetten en mee uitleggen, en dat gaat goed. Dus in principe is het alleen praktisch gezien waar ze vaak op inzetten, veel meer dan theoretisch. Ja. Oké, want gezelligheid en ontspanning heb ik ook gelezen. Er is niet alleen aandacht voor leren en presteren, maar er is ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Hè?
Voorbeelden hiervan, lees ik dan, zijn het bezoeken van brandweerkorpsen in binnen- en buitenland. Is dat zo? Ja, we zijn nog niet in het buitenland geweest. Dat is nog niet zo, maar we hebben wel, wat we in elk geval doen, is het ene jaar op kamp gaan en het andere jaar doen we 24 uur dienst. En als we op kamp gaan, gaan we altijd wel proberen bij een ander korps te gaan kijken. Afgelopen jaar hebben we kamp gehad in Texel. En toen zijn we ook bij de veiligheidsregio van Texel gekeken om daar eens te kijken bij de jeugd en bij de grote brandweer. Dus dat doen we wel. We zijn ook wel eens een keer op de meldkamer geweest om te gaan kijken van hoe loopt dat nu weer. Okay, want dan krijgen ze natuurlijk allemaal mee. Wat gebeurt er als er een melding komt? Hoe gaat het allemaal lopen, die processen? Ja. Dus laten we eens een keer bij de meldkamer gaan kijken, dan kun je het ook daadwerkelijk zien. Allemaal dat soort dingen doen we natuurlijk om ze wat meer bagage mee te geven van als we het dan ergens over hebben, dat is toch in de plaats. Ja. Dat is ene. De andere is de 24-uur dienst. We doen sinds dat we eigenlijk opgericht zijn, een paar jaar sinds de rand zijn we begonnen met de 24-uur dienst. Dat is eigenlijk een dag dat we ze laten ervaren wat een beroepkorps eigenlijk meemaakt. Een beroepkorps is een bos. Die zit de hele dag, 24 uur per dag zit die op de kazerne. Ja, elke dag van op het moment van de dag kan de pieper afgaan. En we doen met de jeugd ook. Dus dan gaan we zaterdags 12 uur starten we, tot zondags 12 uur. Okay. En dan draai je 24 uurtje brandweertje. Maar daar doen we wel allerlei inzetten in. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Maar die zijn dan georganiseerd? Dat organiseren we zelf. Dat organiseren we zelf. En daarnaast doen we de regionale jeugddag. Ieder jaar, dus gaan we alle vierde korpsen gaan we een dag iets leuks doen. En dat kan zijn van een hunt tot afgelopen vorig jaar hebben we springkussens gehad. We spellen daarmee. Ook op brandweer gerelateerd. Dus dat doen we. Verder doen we ieder jaar, we zijn nu het tweede jaar eigenlijk echt daarmee bezig om een grootschalige oefening te draaien. Afgelopen jaar hebben we hem in de Drumonkenlezen gedaan in Drunen. Ja, en dan hebben we medewerking van verschillende korpsen, jeugdbrandenkorpsen uit Midden-West-Brabant, dus de veiligheidsregio die hier aan zit, Zuidoost. Ja, en dan krijg je een gigantische grote oefening met hoogwerkers, met alles erop en eraan. En dat is gewoon hartstikke leuk. Overdreven die meedraaien. En dit jaar hebben we hem ook weer, draaien we hem ook weer. Ik kan nog niet zeggen waar, want dat is nog een beetje... Nee, dat moeten we nog niet verhalen. Dat kan nog niet verklappen. Ja. Maar deze wordt weer groter als die eigenlijk van vorig jaar. Okay. En dat is gewoon om ze ook te leren van als ze daar bij een groot korps gaan komen. Wat gebeurt er nu eigenlijk op het moment dat we echt een groot incident hebben? Mm-hmm. Wat komt er nou allemaal bij kijken? Welke voertuigen moet je? Hoe lopen die processen? Die bevelvoering daarboven over D en HOVD. Dat laten ze gewoon ervaren. Het is gewoon leuk voor de jongens. Gewoon een hele grote oefening. Ja. Heel lekker lang druk bezig. Ja. Dat is hartstikke leuk. En hoe is de verhouding, als ik dat nog mag zeggen, we moeten het gender neutraal houden, maar bij ons is de vrouwelijke en de mannelijke? Ja, we hebben, even kijken dat ik het goed zeg, 5-6 meiden binnen onze groep. En dat gaat hartstikke goed. Ja. Dat gaat hartstikke goed. En hoeveel jongens? We hebben in totaal 16 leden. 16, oké. Dus het is redelijk verdeeld binnen de aspirant en junior. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Maar jij zegt net van, we hebben wel op de wachtlijst staan, dus werving op een school is niet nodig. Ja, dat is een beetje afhankelijk. Voor 2 jaar geleden waren we bang dat we echt in tekorten zouden gaan lopen, dat we nog maar 6 of 7 over zouden houden. Het was echt de 2-3 maanden tijd gewoon in één keer. En nu hebben we er 2 op de wachtlijst staan, dus het is heel... Heel actief werven hoeven we op dit moment niet te doen. We hebben genoeg aanwas die op tijd aanmelden. Okay. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat het over 2 jaar weer minder is. En dat we echt wel actief moeten gaan werven. Even kijken, ik had nog iets gezien dat ze bijzondere dingen zouden doen op een regionale jeugddag. Dat ze opdrachten kregen in enveloppen en het uitzoeken van roepnummers van de brandweervoertuigen en zo. Hoe is die animo dan bij die kinderen? Dan willen ze er echt helemaal goed volledig in zetten? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want de jeugdleiders die het georganiseerd hebben, die zijn er heel actief mee. Want die komen van hoe kunnen we nu iets leuks gaan verzinnen om ze te activeren. Dus dan krijg je dit soort dingen. Sudoku-puzzels, roepnummers van voertuigen. En als ze dat goed deden, kregen ze kaartcoördinaat, kregen ze eruit en werden ze gedropt. Vervolgens moesten ze naar... via dat
punt toe. De horloge of de telefoon teruglopen naar de coördinaat. En in de tussentijd reden er overal mensen voor rond die ze dan probeerden te pakken. Ja, de hunters, zeg maar. Ja, de hunters. De hunterteam, dat las ik ook. Ja, daar zijn ze zo fanatiek in. Dat is echt fantastisch om te zien. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, dus, en na enkele uren staat hier, werd de eindlocatie bereikt. En hier had de kookstaf van de jeugdbrandweerreuze gezorgd voor inwendige mest. Ja. En dat doen jullie ook dan op dat moment zelf? En dan met spullen die jullie allemaal hebben? Ja, het mooie is natuurlijk, voor ik bij de jeugdbrandweer ben begonnen, heb ik 10 jaar scoutingervaring gedaan. Dus ik heb hier bij Maurice Vakaar gezeten. We hebben zatkampen georganiseerd. Dus we weten wel hoe dat soort dingen lopen. Hoe een eindje moeten bakken. Ja, en de kookstaf die ons meehelpen hebben, zat eigenlijk allemaal bij elkaar. En die gaan gewoon met ons mee. Dus dan ben je gewoon ontzorgd. Ja, dus vragen hoeveel maand ben je, waar wil je? En dan vergeet de rest, regelen we het allemaal zelf. Ja, mooi. Dus mooi. Dat is hartstikke fijn. Ja. En dan is het s'avonds rond 10:30 hier zitten. Dan zeiden ze van, we zijn weer moe huiswaarts. Maar voldaan. Ja. Huiswaarts gekeerd. En even kijken. En hier staat maar ruim 75 jeugdleden uit alle hoeken van de regio. Hebben ze voor de toekomst weer voldoende potentiële brandweer mannen en vrouwen. Dus dat is niet alleen in de regio waar jullie opereren, maar ook de regio's die eraan vastzitten. Nee, dit ging echt over onze eigen veiligheidsregio, dus Brabant-Noord. Ja, dus en dat is een totaal van 75 leden? Ja, daar waren ze nog niet allemaal. Oh, ook nog. Ja, de ene moet werken, hou je toch, of is een beetje ziek. Maar dat is eigenlijk echt uit alleen van de 4 posten binnen Brabant-Noord. Oh, dus de 75. Groot aantal toch? En dan met de jeugdleiders erbij. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. Maar ik vind het een nobel streven trouwens. En ook fijn dat jij je daarvoor in wil zetten. Ik heb nog een vraagje. Op een ouderavond mogen de ouders daarbij zijn, hè? En tijdens die avond was er voor de ouders de mogelijkheid om te zien wat de jeugdbrandweer inhoudt, kennis te maken met de leiding en natuurlijk zelf het een en ander proberen. En ik denk dat die ouders dan natuurlijk ontzettend trots zijn dat hun kind daarbij is en zich natuurlijk ook ontzettend in willen zetten voor als ze zelf iets moeten doen, hè, om toch ook zichzelf aan het kind te presenteren of te presenteren van kijk, papa en mama kan. Nou, dus de keerzijde natuurlijk een beetje wat we proberen te bereiken. We hebben in dit geval hebben de kinderen eigenlijk voor de groep gezet. Dus de ouders moesten het probleem op gaan lossen. Okay. Met de kinderen erbij natuurlijk. En voor hetzelfde geld heb je daar ook een ouder bij. Je denkt, eigenlijk misschien toch hartstikke leuk zo'n brandweer. En dan hoop je dat ze binnen het korps zeg maar, van een omliggende kerndorp of gemeente. Misschien wel zeggen van misschien toch wel leuk om bij de brandweer te gaan. Als volwassen vrijwilliger. Want er komen ook altijd mensen tekort bij de vrijwilligers natuurlijk. Ja, ja. Dus dat is de andere kant. Maar het is gewoon leuk om te zien dat die ouders dan denken, oké, je moet het zo. Dat is gewoon leuk. Ja. Die kinderen die sturen. Ja, precies. Ja. Maar is het zo dat er alles puur uit vrijwillige brandweermensen bestaat hier in of zijn er toch ook nog wel beroeps? In Zetterenbosch is bijvoorbeeld nog een stuk beroeps. Ja, in Bos zit beroeps en Waalwijk. Maar goed, dat is een andere veiligheidsregio. Maar die rukken inmiddels ook bij ons uit in de veiligheidsregio. Als er iets aan de hand is bij de van Drunen. Daar zijn ook beroeps in de dagsituatie. En de meeste zijn allemaal vrijwilligers, Ja, want ik heb ook ergens eens een keer gelezen dat jullie ook specifieke middelen hebben. Of tenminste opdrachten, omdat je langs de grote weg zit. Anderen zitten weer bij een rivier of zo, dus die hebben ook andere voertuigen. En, afhankelijk van de risico's in jouw verzorgingsgebied. Ja. Maar is daar dan de opleiding ook aan gerelateerd of niet? Nee, in principe heeft iedere brandweerman van beroeps of vrijwilliger dezelfde opleiding. Een eigen specialisme, die krijgen ze natuurlijk. Wij hebben een specialisme HV in Vlijmen erbij zitten. En dat staat voor? De hulpverlening. Dus voor vrachtwagens hebben een apart voertuig, bussen, dat soort zware incidenten. Drunen hebben ze natuurlijk bos- en heide brandbestrijding voor de tuinen. Heusden hebben ze waterongevallen met de boot. Dus zo heeft ook weer ieder brandweerkorps een eigen specialisme waar je op getraind wordt natuurlijk. Want dan moet je toch voorbereid zijn. Ik zou nog een uur met je door kunnen babbelen, maar dat gaan we niet doen, want we zijn aan het einde. Wil jij nog iets zeggen tegen de kijkers specifiek? Want dan kan er in die camera of in die camera en dan kun jij nog zeggen van kom eens een keer kijken of doe eens een keer mee. Of als je interesse hebt. Mocht je interesse hebben, kun je je eigenlijk natuurlijk altijd aanmelden via jeugdbrandweerheusden.com. Dat is één. En de tweede die ik nog even wilde vertellen, volgend jaar bestaan we 10 jaar. Oh, leuk. Dus dat is hartstikke leuk. En dan hebben we de halve finales wedstrijden die we organiseren in onze gemeente.
En dat wordt georganiseerd door georganiseerd door ons, voor Jeugdbrandweer Nederland. Oh, okay. Dus dat zijn de halve finales. Dus ja, diegenen die dat winnen gaan naar de finale. En dan is het natuurlijk, dat was een spannende wedstrijd. Ja, dus, ja. Dat is hartstikke leuk. Die organiseren we volgend jaar zelf. Dus ja, tegen die tijd zullen we echt wel rugbaarheid aangegeven. Ja. Dat mensen interesse hebben dat ze kunnen komen kijken. Oké, nou dan doen wij daaraan mee. Dus als je ons laat weten dan... Ja. Corné, hartelijk dank voor deze uitleg. En kijkers, hartelijk dank voor het kijken. En graag tot een volgende uitzending van Aan Tafel.